Hiervoor, steenbok. Heilige steenbok. Dit is jullie maandelijkse reading van april 2021. Ik heb de kaart al voor jullie gelegd. Mocht je nog vragen hebben over deze reading of andere levensvragen hebt, dan kan je me bereiken bij topconsulenten onder naam Radar, box nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar tussen 7 en 9. Kijk ook naar mijn Facebookpagina Medium Radar, naar de diensten daar. Ik zal hieronder de video ook alles vermelden. Ik zal ook mijn 06-nummer vermelden, zodat je me via WhatsApp en via de Messenger kan bereiken. Voor afspraken en dat ik readings kan en consulten kan geven. En we hebben ook belconsulten natuurlijk. En ja, sorry hoor, ik ben een beetje moe. Want niet zo goed geslapen en zo. Dus vandaar dat ik een beetje zo aan het nadenken ben. Eigenlijk. Maar goed. Ja. En dan gaan we gewoon beginnen met jullie reading, lieve steenbok. Jullie energiekaart is de overgangssituatie van de aarde. Krachtplaatsen, lijnlijnen. Laat je leiden. Ja, dus misschien word je aangetrokken. Of word je begeleid om naar krachtplaatsen te gaan. Zodat je kracht wat... dat je wat meer krachtiger wordt, laat ik het zo zeggen. En meer in je kracht gaat staan. Het kan ook zomaar zijn dat je wordt begeleid door die krachtplaatsen. Dus kijk maar wat met jou resoneert. De volgende kaart is de terugkeer van Aphrodite. Tempel, geboorte van de godin, leiding, energie van de godin, gewijd handelen. Dus de godin die begeleidt jou. Ik zie ook dat jij ook echt met je intuïtie echt heel erg rustig bent. Je ziet de dolfijnen, dat betekent de intuïtie. Hier zie je de sleutel dat ze in handen heeft. En met de sleutel in handen betekent dat jij de sleutel in handen hebt om door jouw intuïtie begeleid te worden. Jouw intuïtie is gewoon sterk geworden. En met de duif zie je ook dat je ook echt heel vredig voelt in jezelf. Dus je bent echt rustig in jezelf. De volgende kaart is schoonheid, gratie. Schoonheid, gratie, lieflijk, uiterlijk en innerlijke integriteit. Dat betekent dat je zowel innerlijk als uiterlijk mooi bent. Ja, daar hoef je niet aan te twijfelen. Ja? Innerlijk ben je mooi omdat je zo vredig en zo rustgevend bent. En uiterlijk, je bent gewoon zo mooi zoals je bent. Ja? De volgende kaart is lucht. Diep ademhalen, gaan leven, uitwisseling van nieuwe levensenergie. Dat betekent dat je het rustig aan moet doen. Geniet van het leven. Ga gewoon je dromen waarmaken. Maar doe het rustig aan. Stapje voor stapje, ja. Rust ook uit als je even niet meer verder kan. Uithoudingsvermogen, hou vol. Je hebt een heel hoog uithoudingsvermogen, maar door te rusten krijg je nog meer uithoudingsvermogen. Dus hoe meer jij rust, hoe meer jij die uithoudingsvermogen kan krijgen. Dus rust ook uit wanneer je lichaam dat vraagt. Ja? De volgende kaarten zijn de hele kaarten en dat is Share the Love, Eight of Wands en je hebt het oog. Ja, misschien ga je liefde uiten aan iemand. Ja, misschien heb je iemand op het oog en dat je diegene leuk vindt en dat je... Ja, toch wel je liefde gaat verklaren aan diegene. En dat zie ik hier gewoon gebeuren. Ja? De volgende kaart is de blokkadekaart. Dat is Listen. The Devil. En het geldkluis. Dus luister
naar je intuïtie eigenlijk, wie jou wil beduvelen. Het kan met geldzaken te maken hebben, dat iemand jou echt wil beduvelen met geldzaken. Dat gevoel heb ik hier. Dus luister naar je intuïtie. Als iemand, als jouw gidsen of jouw, zeg maar, jouw spirituele team door jouw intuïtie iets influistert of door je oren influistert, luister ernaar. Als iemand iets tegen jou heeft gezegd, het hoeft niet specifiek jouw spiritueel team te zijn, maar als iemand jou iets heeft ingefluisterd of iets heeft gezegd van diegene moet je niet vertrouwen, want diegene gaat je geld pikken of zoiets, dan moet je naar diegene luisteren en vertrouwen hebben dat diegene jou daarvoor wil behoeden. Dus luister naar je intuïtie en luister naar degene die jou daarvoor wil behoeden. Ja? Er zijn heel veel nare mensen op de wereld, echt waar. De volgende kaart is begeleidingskaarten en dat is een release. Dan heb je de Hangman en je hebt de Wegenkaart. Hier word je begeleid om de dingen los te laten. Dus laat los wie degene die jou bedrogen heeft of die jou gaat bedriegen. Ja, met die geldzaken. Ga je rust pakken zodat je tot inzichten komt. Dan kan je je weg weer gaan bewandelen. Dan weet je ook welke weg je moet nemen om je pad te gaan bewandelen. De volgende kaarten zijn verleden kaarten. En dat is een nieuw vitality. De Star Card en de Klaverskaart. Nou, je voelde je ook zo gelukkig en al je wensen kwamen ook uit in het verleden, omdat je ook jouw chakra's die vloeiden gewoon. Al die energieën waren gewoon schoon en het vloeide. Alle chakras waren gewoon gereinigd. Ik heb het gevoel ook als jij dit allemaal mee gaat maken, dat ook weer je chakra's schoon gemaakt moeten worden, zodat jij weer gelukkig voelt en weer dat weer al je wensen uit kan komen. Dus blijf je chakra's schoonmaken hoe jij dat doet, of anders kijk naar via YouTube naar een meditatie om jouw chakra's te healen of te reinigen. De volgende kaarten zijn Nurture, King of Pentacles en de Vogels. Zorg goed voor jezelf, zegt het universum. Met de King of Pentacles dan kan je ook, krijg je ook heel veel inzichten hoe je tot actie overgaat in je werk of met je financiën. En de Vogels wijzen erop, het universum spreekt tot jou door jouw intuïtie. Dus volg die. Ga jezelf gewoon goed verzorgen. Door te mediteren. Door te genieten in de natuur. En ik heb het gevoel dat het ook via de natuur komt hoor. Niet alleen via het universum. Dat jij de berichten gaat krijgen via met natuur. Want ze zit in de natuur. Dus ga meer de natuur in. De natuur heeft jou heel veel te vertellen. De elfen, de kabouters, de bomen, de planten, noem het maar op. Ja, de natuur heeft jou iets te vertellen om in actie over te gaan voor op werkvlak of op, ja, misschien doe je ook het spirituele werk, dat kan ook. En, of over je financiën, ja. Je krijgt sowieso berichten van de natuur. De volgende kaarten zijn de nabije toekomstkaarten, Giving and Receiving, de Four of Swords kaart en de slang. Dat wil zeggen, als het geven en nemen in balans is, jij gaat mediteren, dan zal je zien dat jij ook spiritueel gewoon gaat groeien. Ja, dus als jij in balans bent en mediteert, zal je zien dat je spiritueel gaat groeien. Dit zijn de werkkaarten en dat is de Solar Plexus Chakra, de Queen of Pentacles en we hebben de Rode Kaart.
Ja, jij gaat over bepaalde angsten heen komen. En ik heb het hier het gevoel dat je ook wel wat confrontaties hebt op werk. Ja, wat de ruzies uitlopen is. Maar ik zie wel dat je daar overheen gaat komen. En je gaat gewoon je gevoel volgen. De solar plexus chakra, de bron gaat jou begeleiden. Dat is het licht in jou. Dat gaat jou begeleiden. Dat ga je ook volgen. En je gaat ook je gevoel daarin volgen, waardoor jij dus uit gaat komen. Ja? Wat ik ook hier wil zeggen is dat ze op jouw werk niet tegen jouw licht kunnen. Waardoor er dus confrontaties ontstaan, ruzies ontstaan. Ja? Dus volg je gevoel hierin. Hoe minder jij zegt, hoe beter het is om uit die confrontatie te stappen en dat jij ook wat rustiger in jezelf zal zijn en ook rustig de antwoorden kan geven of misschien niet wil geven, dan het beste is gewoon om stil te zijn, niks te zeggen en gewoon je gevoel te volgen en gewoon je werk te doen. Dat is het enige wat ik wil meegeven. En het werkt uitstekend. Ik heb het ook meegemaakt. Dus ik kan erover praten. Wat ik deed was niks zeggen. Ja, natuurlijk ergerde me ik dood aan mezelf, in mezelf. Niet aan mezelf, maar in mezelf. Maar het heeft wel gewerkt dat de collega's wel rustiger daardoor werden. En mij ook met rust lieten, omdat ze zagen dat ik gewoon geen actie ondernam. Wat zij zeiden of wat ze deden, noem het maar op. En nu is het heel erg rustig op werk. Dus dat is de tip die ik je mee kan geven. De volgende kaarten zijn relatie- en omgevingkaarten. En dat is Detach. Knight of Pentacles. En de schipkaart. Misschien moet je iets loslaten. Ja? Je moet iets loslaten, zodat jij verder kan. Ik heb het gevoel ook echt op werkgebied, dus echt met collega's of zo. Laat de dingen los wat ze zeggen tegen jou, zodat jij snel verder kan gaan op je werkgebied. En het schip wil zeggen ook dat jij gewoon verder kan gaan, ja? Het schip wil zeggen dat het door gaat varen, hè? Dus ja, dat jij gewoon verder kan op werkvlak. En ja, dat krijg je meer het gevoel bij. Het is echt het werk, de collega's. De volgende kaarten zijn hoop en vrees, strength and bonds, eight of swords en dan hebben we de spoorwegenkaart. Dat betekent dat jij echt de natuur in moet. Je bent echt verbonden met de natuur. Als jij vastloopt, ga de natuur in, dan zal je zien dat er heel veel heling plaatsvindt. En dat je alle antwoorden dat je zoekt, dat je die krijgt. En dat je dus niet meer vast gaat zitten. Zodat jij je weg daarin kan vinden. Ja? Spoorwegen is de weg vinden. Daar kan je zo de weg, ja, weg weer in vinden. Dus als je vastloopt, gaat de natuur in. En dan vind jij jouw antwoorden en jouw weg. Welke pad jij moet gaan bewandelen. De boodschapkaart is heel de temperance kaart en de ringkaart. Dat betekent er vindt heel veel heling plaats zodat jij weer in je kracht komt te staan, ja, en dat jij weer één wordt met jezelf. Dus er zal heel veel heling plaatsvinden bij jou. Je moet weer je kracht weer zien te hervinden en je wordt gewoon één met jezelf. Je bron en je bron en je onderbewuste kaart wil zeggen succes en growth. The lovers en de maan. Ja, je zal het succes behalen. Ja, je zal ook groeien hierin met liefde. Dit heeft niks met liefde te maken, maar voor jezelf. Dat jij die zelfliefde weer gaat hervinden. Ja. En daardoor zal je weer heel erg gelukkig voelen, omdat jij weer die liefde in jezelf hebt gevonden. Dan daardoor zal jij ook, ja, daardoor groei jij gewoon en haal jij de succes.
Wauw. Oké, de volgende kaart is, de volgende boodschapkaart is, volg je dromen. Jouw spirituele team is jou aan het begeleiden om je dromen te gaan volgen. Ze proberen in je oor te fluisteren of via je intuïtie te laten weten welke weg jij op moet om je dromen te verwezenlijken. Dus let daarop. Dan heb je creatieve expressie. En dat wil zeggen dat jij je creatief moet gaan uiten. Als jij creatief gaat uiten, zal je ook zien hoeveel transformatie er zal plaatsvinden. Hoeveel heling er zal plaatsvinden. Hoeveel gecommuniceerd zal worden met jou door jouw spirituele team. En om jouw dromen gewoon echt waar te maken. Dus hoe creatiever je bent, hoe beter het is voor jou. De volgende kaart is zelfvertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf. Want dat hebben jouw spirituele team en het universum ook voor jou. Dus je wordt erin begeleid. Je doet dat niet alleen. Want er zijn overal om jou heen echt heel veel hulp. De volgende kaart is You are protected. Die zegt van Archangel Michael. Thank you Michael for surrounding me with your protective light. Dus aartsengel Michael beschermt jou, maak je geen zorgen. Je wordt gewoon beschermd door hem. Hij snijdt ook alle koorden weg. Alle negatieve koorden weg. Vraag aan hem om al die negatieve koorden van je weg te snijden. En dan weer op te vullen met wit licht. Ja. En dat zal jou gewoon erbij gaan helpen. En aartsengel Michael is bij jou. En hij beschermt jou. Dus maak je geen zorgen. The inner voice. Thank you angels for guiding me through my inner voice. Ja, er wordt ingefluisterd in je intuïtie. Ja, in je oor. Dat kan ook. Dus luister wat jouw spirit guides te vertellen heeft aan jou. En je krijgt die boodschappen al door. Take a step back. Thank you angels for helping me to step back from what's not serving me. Ja, als jij in een situatie zit wat jou niet meer dient, laat het lekker los. Neem een stapje terug, trek jezelf even terug en ga gewoon even ontspannen. Ga gewoon mediteren, ga gewoon even buiten lopen. Noem het maar op, ga iets creatiefs doen wat jou heelt. En dat heelt allemaal jou. Ja? De volgende kaart is Rijk naar de sterren, Orchidee. Je verdient het beste, richt je aandacht alleen daarop. Ja. Je verdient het beste. Rijk naar de sterren betekent, ga gewoon door met waar je mee bezig bent. En je zal zien dat je gewoon heel veel succes en groei zal vinden. De volgende kaart is geduld. Je geweten zijn gehoord en ze worden verhoord. Dus je bent aan het bidden voor iets. En ja, en deze maand... In april worden jouw gebeden verhoord. Want ze luisteren naar jouw gebeden. Ze luisteren naar jouw wensen. En die wordt ook verwezenlijkt. Dus alleen om op te letten voor jou. Van wat voor tekens ze je geven. En wat ze via je intuïtie jou vertellen. Of via jouw gehoor jou vertellen. Opbeurende gedachten, oranje lelie. Richt je aandacht op de vele zegeningen om je heen. Daardoor zul je neerslachtigheid, gebrek aan eigenwaarde en overgewicht kwijt te raken. Ja. Dus als jij negatieve gedachten hebt, laat het los. Dan zal je zien dat het... denk gewoon aan positieve dingen, aan leuke dingen. Ga ook leuke dingen doen. Ga ook positieve dingen doen. Ga creatief bezig zijn. Dan zal je zien dat het negatieve wegvalt en het positieve weer naar voren gaat komen. Jullie grote boodschapkaart is voetsporen. En ik wil niet dat die... Wacht even. Ik hoop dat je het een beetje zo kan zien. Voetsporen richting. Je vraagt je af welke kant je op moet met je leven. En je maakt je zorgen over je familie, je carrière en het doel in je leven. Dit is het antwoord. Volg dat wat je dichterbij het goddelijke brengt. Zoek dat wat echt je ziel voedt. Want dat is de weg die je moet gaan. Maar zorg ervoor dat je goed begrijpt wat het betekent. Het ego heeft de uitstekende manier om jouw woord snelrijk plannen
te laten bedenken. De waarheid is altijd consequent en liefdevol. Hou aan de kennis van je ziel en concentreer je op de passie in je hart, je talenten en je interesses. Zo ga je in de goede richting. Andere verklaringen. Laat niemand je van de gekozen weg afbrengen. Je moet een belangrijke beslissing nemen. Kies altijd de weg van vrede en geluk. Kijk niet naar wat je niet hebt. Luister naar je innerlijke raad. Je bent op de goede weg. Als jij beslissing moet maken, is het heel erg handig ook om heel goed naar je intuïtie te luisteren. Want dat vertelt jou welke keuzes jou gaan helpen en wat voor jou belangrijk is. Wat bij jou past. En ja, het helpt je gewoon bij beslissingen maken, de juiste keuze te maken. Ja? Nou, ik hoop dat ik je goede inzichten en advies heb kunnen geven. Ik hoop dat ik de obstakels op je pad heb kunnen weghalen. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om de video's te ontvangen. Laat hieronder de video weten wat je van deze reading vond. En alles zal ik hieronder vermelden hoe je mij kan bereiken voor consulten of readings. Ja, via de WhatsApp of via de Messenger. In ieder geval, lieve Steenbok, tot de volgende maand. Doei doei!